Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedee. Ja, hele goede dag. Nou dacht ik dat wij veel door elkaar heen kakelden, wat natuurlijk allemaal mijn verantwoordelijkheid is. Maar als je dat SBS6-debat van gisteren volgt... Ja. Maar wat ik las heel iets snel. Ik kom net uit de auto, uit Zeist vandaan. Maar reactie van Gené. Ja, was wel mooi. Nou, hij zei, ik heb het bewust laten ontsporen. Dat is een beetje de conclusie. Het vuurtje oppoken en dan naar achter. Maar op een gegeven moment werd bijvoorbeeld gezegd tegen Timmermans van... je kunt wachten tot je ons weegt. Toen zei Wilders was het volgens mij, nou, dan kun je lang wachten. Ja. Moet je dan als debatleider niet ingrijpen op een gegeven moment. Fatshaming, ik heb er ook helemaal genoeg van. Ja, het is nog één keer gebeurd, eis ik dat je ingrijpt, hoor. Nee, zeker. Ik zou ingrijpen. Ik zeg niks meer. Ik hou me afzijdig. Ik vond het best wel door elkaar heen vet gaan. Irritant. Ja, iedereen. Ja. Ik heb er iedereen over gehoord die hebben gekeken. Mike die zei het ook al en anderen vonden het ook... Het was gewoon niet meer te volgen. Het was gewoon allemaal gekakel. Dus het is wel mooi om dan als presentator te zeggen, ja, is helemaal mijn bedoeling geweest. Weet je, ja, dan dat is wel slim. Waar je misschien ook denkt van, nou ja. Maar dat heeft hij wel even heel snel, want hij ging van studio naar studio, dus heel snel heeft hij even de reacties. Klopt ook gelezen. Niet, hè? Het was opgenomen. Ja, het was 's middags, want Timmermans zat 's avonds bij Nieuwsuur. Ja. Nou, die heeft het wel lastig, hè, Franske? Ja. Die zat in dat rechtse bolwerk. Ja, maar als jij het volkslied, het clublied van de AS Roma gaat zingen op televisie. Ja, vind je dat niet leuk? Waar gaat het over? De mens achter de politicus. Nee, ik vind het echt onzin. Gaat helemaal nergens en over. In de auto. En inhoudelijk ook. Ik weet het nu wel. Ik kan niet wachten tot die verkiezingen zijn. En dat we van dat geraaskool van die politici af zijn. Wie heb jij gemachtigd? Want wij zitten in Portugal. Hè? Ja, dat moet ik nog doen. Het is al mijn vrouw. Maar Henry Bontebal krijgt alleen... de stem... Van Mike. Ja. Wat ik wel vond, was Rutger Kastricum. Ik heb het programma daarna ook nog zitten kijken. Ja, die En die zei van, presidentskandidaten, Jezeel Gors. Prima. Maar die gingen het laatste kwart, gingen ze echt door het lint. En toen dacht ik van, toen zeiden zij, het hele tijd goed, alleen op het laatst. Maar op dat laatst, daar zou ik nou de nadruk op leggen. Want dan zie je de werkelijke... aard vaak van een politicus op het moment dat ze boos worden. Ja. Hoe zitten ze dan in elkaar? Hoe reageren ze dan? Ja. Kijk, en dan denk ik, als die ons land moet leiden. Nee. Ik heb wel goed nieuws voor het CDA trouwens. Want? 23 stemmen erbij. Ja, in Neelpendam. Zeker. Goed zeg. Nou, dat is een verdubbeling dan ongeveer. Ik zat in het dorpscafé. Maar ja. Nee. Nee, het lijkt Wilfried Gené wel. Roel of Hemme. Ja. En laat me eens uitpraten hier. Ja, is goed. Maar ik zat in het dorpscafé. Veteranen 35 plus Ilpendam. Ja. Scheidsrechtersprobleem. Oh. Dus ik dacht van, als ik kan met Ajax, het lukt. Dan wil ik best een keer rondhobbelen in die middencirkel. Mm-hmm. Geel onpartijdig. En toen bleken die jongens toch naar deze podcast te luisteren. Want toen beloofden ze, als jij dat doet, Mike, dan stemmen wij ook op het CDA. Nou, Ilpendam is dus een CDA-bolwerk. Hoe is het in Honselersdijk? En waar gaat jouw stem naartoe? Weet je het al? Nee, ik weet het echt nog niet. Okay. Ik weet niet waar. Maar het Westland is van de nature neigende meer vroeger naar het CDA, maar tegenwoordig meer naar de PVV. En nu helemaal, nu morgen de Sinterklaasviering in De Lier, een van de zoveel Westlandse dorpen, op zijn kop gezet gaat worden door... Kick-out Zwarte Piet. Kick-out Zwarte Piet. Oeh. Er is een gesprek geweest tussen de organisatie in De Lier, van de Sinterklaasviering, Sinterklaas Intocht. Ja. En de burgemeester van Westland, Bouke Arends. En het gesprek was nog niet ten einde. Of kick-out Zwarte Piet. Ja. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Die hadden al een demonstratie aangevraagd bij de gemeente Westland. Dus Het gaat morgen oorlog worden. Ja, moet je zeggen, daar zei Rutger Kastricum ook iets terechts over. Kijk, bedoel, je kunt kinderen ook in groene pieten, gele pieten en blauwe pieten laten geloven. Ja. En zijn kinderen die geloven nu ook alles in de roetveegpieten op het Sinterklaasjournaal. Dus stop alsjeblieft met die Zwarte Piet. Alleen kick-out Zwarte Piet moet natuurlijk ook wel een beetje normaal blijven doen. Dat, dat agressieve moet er ook wel een beetje... Nou ja, wat een politieke statement maak jij hier zo. Toch? Ja, nee, zeker. Nederlands elftal, wie is er niet afgevallen nog? Is een beetje de vraag. Ja. Het regent afmeldingen. Geertruida is ook nog bijgekomen. Als het zoveel afmeldingen regent en je kan een centrale verdedigingstrio neerzetten van De Vrij, Van Dijk en Blind... Ja. Dan zit je wel tegen de oudere partijen aan, maar 50 plus. Maar de een staat bovenaan in Italië, de ander staat bovenaan in
Spanje. Ja. En nummer drie is gewoon de aanvoerder van Liverpool. Dan heb je weinig te klagen als je naar Ierland moet. Nou, de Vrij speelt, speelt niet alles natuurlijk. Wilde trouwens een hele De Vrij speelt niet alles bij Inter. Nee, maar pas stond hij gewoon weer in de baas. Hij staat regelmatig gewoon in de baas. Wilde een hele slechte grap maken, maar in het kader van fat shaming deed ik het niet. Wie is er nog niet afgevallen, maar... Ja, nou, ik zal Frans Timmermans met rust. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed. Maar deze erbij gehaald. Leuk voor de jongen. Zeker. En ook wel verdiend, vind ik. Als je hem ziet spelen bij PSV. Hij heeft natuurlijk een heel ongelukkig debuut. Eerste periode bij het Nederlands elftal gehad. Dat was niet best. Toen leek hij stijf te staan van de zenuwen. En het is te hopen dat hij daarvan geleerd heeft. Mm. En nu weer wat verder is. Dat denk ik ook wel. Hij heeft Champions League wedstrijden gespeeld. Ja. En hoe hij het bij PSV oppakt. Echt compliment. Ja. Eigenlijk hetzelfde verhaal als Schouten. Die heb in dezelfde wedstrijd als deze speelde die. Eén keer mee met Louis van Gaal bij Wales. Uit. Ja. In Cardiff. En dat was na één keer gelijk over. En dat was bij deze ook. En bij deze kon je het wel begrijpen. Maar ik vond Schouten helemaal niet zo slecht spelen in die wedstrijd. Het ging over zijn voorwaartse passing. En dat het meer korte balletjes waren. En te weinig linies overslaan. Ja, ja. Dus nou ja. Nou ja. Dat wordt in principe... Dat gaat hij morgen ook niet doen hoor. Linies overslaan. Want zo speelt hij niet. Nou, daarom is te hopen dat iemand als Veerman naast hem staat. Want die kan het wel. Ja, daar had jij een interview mee. De altijd uitgesproken Joey Veerman. Zeker. Ja. Nou, het zou een mooi duo zijn, denk ik, om eens uit te proberen, toch? Tegen Ierland. Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat Veerman in de basis zal staan. Nee, wie voor dan? Nou ja, eerder Reinders. Oh ja. En waarschijnlijk een aanvallende middenvelder, Simons of zo. Ja. Als we het over Xavi Simons hebben, is wel een interessant thema natuurlijk. Omdat hij zo goed speelt bij Leipzig. Maar bij het Nederlands elftal komt het er eigenlijk nog niet uit. Ja, de vraag is een beetje. Nou, dat is toch zo? Er was een vraag van Thijs Smeenk op de persconferentie van het Nederlands elftal. Altijd goede vragen, hè? Hoe het nou kan, ja. ANP. Ja, daarvoor zat Pascal Kamperman. Oh ja. Dus... Nee, die jongen van de ANP die vroeg terecht van... Ja, wanneer denk je dat hij bij het Nederlands elftal gaat ontbranden? Ja, dat kan denk ik niet heel lang op zich laten wachten. Want als je ziet hoe goed hij was bij PSV... hoe goed hij nu ook al is bij Leipzig... ja, het is vaak wel zo dat ze even een plek moeten vinden bij het Nederlands elftal. Maar dat gaat komen, dat kan niet dan. Ja, de spanning is er wel... Ja, in principe moeten ze dat potje gewoon pakken. En dan is die spanning... je voelt het is niet echt dat we toeleven naar... dat je denkt, spanning is er dan niet af. Nee. Want die heb je nooit opgezeten natuurlijk voor deze precies. Twee wedstrijden. Dan maar even een quizvraag voor jou, Valentijn. Denzel Dumfries zat ook bij de persconferentie. Ja. Heeft twee interlands gespeeld voor een ander land. Officieuze interlands. Weet jij voor welk land? Aruba. Klopt. En weet je tegen wie? Nee, dat weet ik niet. Guam. Heb ik de Guana. Nee, Guam. Guam. Ja, Guam. Allebei. Verkeerd. Ja, allebei. Heeft hij nog één keer gescoord? Dat heb ik weer niet meegekregen. Is dat zo? Gewonnen? Dat weet ik ook niet. Ja, één keer gescoord. Ze waren wel favoriet. Maar dan kom je met zo'n lullig quizje om Valentijn dan gewoon een fout antwoord te laten geven. Ja, dat weet ik zelf, niet dat hij uitgezocht heeft. Nou ja, goed. Maar jij had Dumfries nog wat gevraagd over wie hem allemaal geholpen hebben. Ja, zijn 50ste interland. Waar was je nou op zoek? Ik weet zeker dat iedereen die de wedstrijd heeft gezien... die Dumfries voor het eerst in betaalde voetbal heeft gespeeld. Mm-hmm. Welke was dat? Weet je dat? Nou, weet ik niet. Ah, nee. Nou, in ieder geval bij Sparta. Ja, nee, dat weet ik wel. Ja, dus dat die nooit in hem een international gezien hebben op dat moment. En die man heeft nu 50 interlands. Ik vroeg, iedereen kent het hele verhaal van Dumfries, wat hij er allemaal voor gelaten heeft. Hoe bezeten die is, zichzelf allerlei doelen heeft gesteld. Overal is uitgelachen, gewoon... heeft doorgestampt en nu uiteindelijk bij het Nederlands elftal is terecht. Tenminste nu, hij zit er al 5 jaar. Bij het Nederlands elftal zit, nu zijn 50ste interland gaat spelen. Maar ja, ik vroeg me af, wie zijn er nog meer achter Dumfries? Heel belangrijk geweest, of eigenlijk het belangrijkste. Ja. Om deze geweldige carrière te maken. En dat is? En dat was een heel team. Ja, maar jij... Er kwam er geen naam uit. Maar ik had wel verwacht dat hij misschien... de mentale begeleider van Almere City ook zou noemen daarbij. Nou, maar die zit wel in zijn team. Maar die heeft hij niet specifiek genoemd. Okay. En ik had ook wel zijn moeder of zo verwacht. Maar ze ramen zijn hele lijst. Dus er zijn heel veel mensen die wel altijd in Dumfries hebben. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij afscheid heeft genomen van die psychologen van Almere, toch? Nee. Nee, daar zit hij nog bij? 100% niet, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk hoor. Nee, nou, dat akkefietje met Stijn en Maduro... kan ik me ook voorstellen dat je zo iemand die... Maar je hebt toch een hele andere relatie met zo iemand? Ja, maar je weet nooit of het binnenkort op straat ligt. Nee, maar vorige keer heeft zij ook een interview gegeven... bij ons in de krant aan Nick Tol. Ja. Tijdens het WK, volgens mij zelfs.
Dus en dat was een heel fatsoenlijk verhaal. Dus, nee. Maar dat vond ik wel heel opvallend. Jij vroeg ook naar zijn mooiste herinnering in de eerste 49 Interland. Morgen nummer 50. En toen had hij het over zijn eerste Interland. Eigenlijk vond hij ze alle 49 mooi. Maar ik had wel gedacht dat hij ook terug zou komen op dat EK onder Frank de Boer. Want ja. Daar was hij echt gewoon Nederlands beste speler. Ja. Nou, dat was een drama trouwens, hè, dat EK. Ja. Godsamme zeg ik. Ja, maar Dumfries niet. Nee, Dumfries niet, nee. Overigens, Malen, dat is ook wel interessant, hè, want die staat er niet zo lekker op bij Dortmund. Hij zit een beetje, is ontevreden over die trainer. Speelt niet meer alles. Terzic of zo. Ja, Terzic, hij deelt ook kritiek. Lijkt hij dan? Ja. Moet hij wegwezen daar? Terzic, ja. Nee, Malen? Nee, ja, Malen moet gewoon zorgen dat hij daar eerste spits wordt. Ja. Maar daar heeft hij toch wel moeite mee. Ja, ik heb ook altijd een dubbel gevoel bij hem. Af en toe zie je hem dingen doen dat je denkt van zo. Ja, scoorde makkelijk begin van het seizoen. Die kan er wel wat van. Maar het is niet iedere week bingo bij hem. Nee. Nou ja, Sublime FM komen de bitterballen binnen. Ja. Wat heb jij geregeld? Schiet me in één keer iets te binnen trouwens. Het was Emme Sparta, 20 februari 2015. Oh, ja? Dat debuut van Dumfries. Ja, goed voorbereid. 2015? Ja. Dus die stond gewoon in binnen 3 jaar in het Nederlands elftal. Ja, een razendsnelle carrière. Maar gaan we naar de stellingen. Kunnen wij ook inschakelen als hulplijn? Mats Wiever kan het niveau van FC Barcelona aan. Eens. Ja, eens. Ja? Wie niet? Hè? Wie niet? Oh, ja, de laatste wedstrijden zien spelen. Dallinga moet mee naar het EK. Oneens. Raar dat de KNVB Volendam spelers oproept en dat Volendam dan ook moet spelen voor de beker. Eens. Heel raar. Eens, ja. Ik had voor Bijlo gekozen. Oneens. Edward Sturing is de ideale opvolger van Cocu. Eens. Oneens. En het is terecht dat Overmars een jaar is geschorst. Oneens. Eens. Gaan we zo over door. Kunnen we ook nu over door? Nou, laten we hier over doorgaan. Ja, laten we even over doorgaan. Dan blijft mijn oneens te lang hangen. Ja, inderdaad. Ja, ik heb gisteren een topjuriste gesproken. Iemand die van toeten en blazen weet. En ja, die zei van, als een onderzoek 19 maanden duurt en er komt eigenlijk zo weinig nieuws aan het licht. Want die Meltzer was bekend. Ik heb zelfs nog het persbericht erbij gepakt waarin Overmars ook heel diep door het stof ging. Hij schreef of liet schrijven: ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag en hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grens heb overschreden. Maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten. Dus dit was bij zijn afscheid. Mm-hmm. En die zaak van die Meltzer, dat heeft wel 3,5 jaar geduurd. En zij had 300 pagina's over deze zaak. Nou, onder meer een dickpic gestuurd. Ja. Dus dat is belachelijk. En dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Laat dat duidelijk zijn. Alleen daarna is het ISR dus gaan graven en spitten. En al het andere wat er op tafel kwam, dat werd of niet aannemelijk geacht of onvoldoende aannemelijk. Dus die zaak waarvoor hij nu wordt veroordeeld was bekend. En daar is gewoon eigenlijk niet heel veel bij gekomen. Nee. Het is wel zo trouwens, want ik heb natuurlijk jullie verhalen in jouw column ook gelezen, dat andere media interpreteren het in die zin anders. Die zeggen van 300 pagina's aan WhatsApp berichtenverkeer over een periode van ruim 3,5 jaar. Waarmee eigenlijk wordt gezegd van hij is daarmee wel ver over de scheef gegaan. Maar, dus krijgt hij een schorsing van een jaar. Ik vind die schorsing ook volledig terecht. Ja. Ik vind ook dat er wel een schorsing tegenover moet staan. Tegenover dat gedrag. Maar wat er aanvankelijk werd geëist, 3 jaar, dat slaat 3 jaar onvoorwaardelijk. Dat vind ik nergens op slaan. Nee. Maar de vraag, Pim, die gewoon heel erg belangrijk is. Kijk, als ik jou morgen een vergelijkbare foto stuur, kun je gewoon aangifte doen. Waarom heeft die vrouw geen aangifte gedaan? En dat is kennelijk omdat die foto niet zomaar gestuurd werd. Nee, oké. Maar goed. En dat neemt niet weg dat het belachelijk is, hè, dat er meerdere zo'n foto stuurt. Laat daar echt 0,0 discussie over ontstaan. Alleen, als zo'n foto wordt gestuurd, dan loop je toch niemand toe en zeg je, hey, mafkees, dit wil ik gewoon niet. Nou, kijk, en niet iedereen kan dat, wil dat, doet dat. En zeker niet bij een superieur. Alleen, op een gegeven moment kun je natuurlijk iemand ook wel blokkeren. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat het vaak dat het juist met die machtsverhoudingen lastig is om stappen te ondernemen. Die vrouw heeft misschien geen aangifte durven doen. En ja, ik weet niet hoe die verhouding is geweest tussen Overmars en die vrouw. Maar goed, ik ga ervan uit dat als zo'n instituut onderzoek doet, dat daar sprake is geweest van
een machtsverhouding. Ja, zeker. Want als het maar gewoon dat, een relatie was ja. geweest, dan was hij niet voor een jaar ja, maar dat is vanaf het eerste moment duidelijk geweest. Want heel ja. veel hoger dan een directeur heb je niet bij een... Dus het is sowieso een machtsverhouding geweest. En dat ISR nu hem ook schuldig heeft bevonden, ja, dat heeft ertoe geleid dat hij een jaar... Ik heb daar ook niet zo heel veel moeite mee, hoor. Alleen, zeg maar, diegene die ik sprak, die zei van... Als het zo lang duurt, nou ja, je weet ook wat de consequenties voor zijn gezin zijn geweest. Wat hij publicitair over zich heen heeft gehad. Hij heeft zelfs uiteindelijk een hartaanval gekregen. Hartstilstand, wat was het? Ja. Dus dan kun je ook zeggen van, ja, nu is een berisping wel voldoende. En... Ja, zij betoogde ook dat een vertrek bij Ajax achteraf gewoon helemaal niet nodig was geweest. Maar, nee. maar wij weten natuurlijk niet, Mike, je draagt nu allerlei dingen aan in de privé sfeer van Overmars. We weten niet wat het met die vrouw heeft gedaan. Hoe zij in de privé sfeer, hoe zij geraakt is. En daarom vind ik wel dat daar een straf en. Wat mij wel opvalt is, wat je natuurlijk vaak met strafzaken hebt, is dat je dan al bijvoorbeeld een voorwaardelijke schorsing, of dat je eigenlijk al geschorst wordt in afwachting van een onderzoek. En dat kan dan worden afgetrokken van de uiteindelijke straf. Hè? Met justitiële zaken is dat natuurlijk zo. Dus ik dacht hierbij, stel nou dat Ajax hem op non-actief had gesteld voor een jaar. En dat instituut had gezegd van, nou, je wordt uiteindelijk een jaar geschorst. Dan had hij misschien na een jaar alweer kunnen terugkeren. Ja, bij maar Ajax. Dat telt toch niet. Je kan de schorsen bij een bedrijf. Wij kunnen hier geschorst worden en dan kunnen toch ook gewoon nog door de rechter veroordeeld worden. Nee, oké. Okay. Dus ik denk niet dat dat wel, als het vanuit dat instituut sportrechtspraak zou zijn gekomen, dan had dat misschien wel een kans van slagen gehad, wat jij nu zegt. En wat Mike ook wel terecht opmerkt, ik vind ook dat ze wel de Ajax-directie ook wel heel lichtvaardig te werk is gegaan bij het naar buiten jassen van Overmars. Ja, ja, formeel is hij zelf opgestapt. Hè? Maar dat is natuurlijk onder dusdanige druk gebeurd. Anders vraagt hij 2 weken later niet van hoe die eventueel toch nog terug zou kunnen komen. Nee, dat wilde hij heel graag. Ja, dus. Hij wilde terugkomen. Ja, hij wilde graag terugkomen. Ooit wilde hij terugkomen. Ja, maar ooit in de tijdslijn, in de periode dat hij dus, voordat hij naar Antwerpen ging, wilde hij terugkomen bij Ajax. Wat ik ervan begreep met Lee Meijer, de president-commissaris, of de voorzitter van de Raad van Commissarissen, over hoe zij dit kunnen aanpakken, dat hij eventueel toch nog terug kan komen. Ja. Die had het over, hij moest cursussen volgen en moest een tijdje uit van de radar af en dergelijke. En dan zouden ze hem eventueel weer terug kunnen nemen. Dus daar is wel degelijk over gesproken. Dus ja. Ik vroeg me eigenlijk wel af, want zoals jij dat dus zegt, en wat ook uit het rapport blijkt, is dat dus andere zaken niet bewezen zijn. Maar dat is ook allemaal gepubliceerd. Hè? Er zijn veel verhalen in de media verschenen. Ja, maar het zijn allemaal anonieme bronnen. Het is dus hij zou het ook kunnen omdraaien en mensen kunnen gaan aanklagen voor onjuiste berichtgeving. Of wilde er nu rust mee? Weet je, als een terugcommissie zegt, en volgens mij is dat juridisch, je weet, ik heb 1 jaar rechter. Nee, dat is heel flauw. Maar weet je, als iets niet aannemelijk is, dan is het... Ja, je hebt ook af en toe dat iets op tafel ligt en dat kan niet worden bewezen. Ja, het is niet aannemelijk. Daarmee is niet gezegd dat het absoluut niet gebeurd is. Nee, exact. En bij dat voorval in die fysiotherapieruimte, daar was het zelfs onvoldoende aannemelijk. Dus ja, ik denk dat 1, Overmars dat gewoon helemaal niet wil, actie ondernemen. En 2, dat hij dan ook geen poot heeft om op te staan. Maar het is uiteindelijk wel... Ik moet ook een beetje denken aan dat onderzoek... Het is wel leuk dat Mike hier ook... Die heeft tenminste de inhoud daarover, om daarover te praten. Die hebben tenminste een rechtenstudent. Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Het is allemaal niet dat hele oppervlakkige... Nou ja, voor alle mensen die het willen zien... Dit is natuurlijk gewoon heel makkelijk terug te vinden op de kennisbank... van Instituut voor de Sportrechtspraak. Ja, dat weet hij dan. Ja, ik wist niet eens dat dat bestond. Nou, maar ik moet ook een beetje denken aan dat onderzoek van naar Khadija Ariep, weet je... Dat je kunt weer een dikpik niet vergelijken. Hè? Het is allemaal situaties op zich, maar dat heeft ook zo lang geduurd. En mensen worden zo extreem beschadigd. Ajax had hierin, je hebt ook, denk ik, Overmars veel beter kunnen beschermen. En hadden hem misschien juist moeten omarmen en hem minder moeten laten beschadigen. Dat mag weer niet, hè, misschien. Dat is wel de les van... Er zijn heel veel bedrijven die het wel op die manier hebben gedaan. Hè? Want er is natuurlijk in die periode is heel veel naar buiten gekomen. Tenminste, niet publicitair, maar gewone bedrijven. Bijvoorbeeld Telegraaf of Algemeen Dagblad of weet ik waar. En die zijn er gewoon heel anders mee omgegaan. Ja. Dus dat had Ajax ook kunnen doen. Kijk, daar staan niet zo de schijnwerpers op als altijd op Ajax staan, denk ik. Nee. Dus dat speelt wel mee, maar ze hadden het sowieso heel anders kunnen aanvliegen. Als jij gewoon, en dat had tijdtechnisch ook heel makkelijk gekund, als jij had gezegd van, nou, we willen je tot 1 juli niet zien. En we willen sowieso
Dat je dan allerlei cursussen gaat volgen, beterschap toont. En ook nog een keer meters diep door het stof gaat. En bij zo'n terugkeer moet je natuurlijk ook wel de meldster betrekken. Want die heeft daar ook een hele, hele belangrijke rol in uiteraard. Ja. Maar dit had denk ik niet gehoeven. Hoewel het natuurlijk wel krankzinnig is dat er 3,5 jaar lang zulke berichten zijn gestuurd. Ja. Ja, ja, en we praten nu over dat het niet zo had gehoeven, omdat Ajax natuurlijk totaal ineengestort is. Nou, inderdaad, zeg. Gewoon geïmplodeerd. Ja, zo noem je dat dan. Ik was het vanochtend. Ja. Maar ja, inderdaad. Ja, maar ja. Je hebt nu dus die... Ja, je hebt echte studenten en... En gewoon mensen die maar wat opschrijven. Die letterkunde. Ja, schitterend. Nee, dat was een hele goede column. Ja. Mooi geschreven. Eén dikpik veroorzaakt implosie van Ajax. Mike dat lezen eerst, hoor. Oh, je hebt wel laten lezen dat je geen fout had. Ja, nee, rechtelijk dat het allemaal klopte. Zeg maar. Algemene aandeelhoudersvergadering. Ja, die is nu bezig. Die is nu bezig, ja. Zit de sfeer ook lekker in? Weet je, dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Podcast of aandeelhoudersvergadering. Ja. Wij zitten hier. Want er is veel reuring natuurlijk nu rondom Ajax. Er is ook een boek uitgekomen. Ja. Hè, van Menno Galan. Waarin het ook gaat dat Kroes Mislintat al een oplichter zou hebben genoemd. Ja, maar... Voordat je verder gaat, sorry, lijkt SBS-debat wel. Maar volgens mij is dat geen letterlijke quote van Alex Kroes. Okay. Dat had hij gehoord dat... Oh ja. Tenminste, dat begreep ik uit het boek. Maar ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik ga het uiteraard wel lezen. Mm-hmm. Maar ja, als dat zo is, dan denk ik van ja, dan worden Alex Kroes woorden in de mond gelegd. Heeft hij dat ook daadwerkelijk gezegd? Ik weet niet of hij dat tegen Menno de Galan heeft gezegd. Nee, op het moment dat hij... wel op die manier gezegd heeft, dan wordt hij natuurlijk aangeklaagd, neem ik aan, door Mislintat. Want je laat je niet zomaar een zwendelaar noemen. Een zwendelaar? Ja. Dat is ook een mooi woord, ja. Ja. Nou ja, dus, goed. Dat is toch de vrijheid van meningsuiting dan, denk ik? Ja, het is voor ons wel elke keer de vraag, als wij hier naartoe komen lopen, of Fanta er nog zit. Want hoe zit het nou met de zaak met M. van Koedoes? Nee, die zijn bezig met de zaak. Ja. Maar wij omarmen Valentijn, zolang het onderzoek loopt. Nee, maar ik vraag me af van of je dat zo kan zeggen dan. We weten dus niet. Je maakt hem wel, je zet hem wel in een hoek natuurlijk. Ja, maar goed, beschuldigt hem in feite ergens van. Ja, maar het is dus even de vraag in welke context dat dan eventueel gezegd zou zijn. Maar als we het hebben over de aandeelhoudersvergadering, Mike, wat is voor jou, wat is het belangrijkste nieuws wat daar nu uit lijkt te gaan komen? Nou, wij zitten hier ook, of praat voor mezelf. Ik zit hier ook omdat van de week al bekend werd dat er geen décharge zou worden verleend. Dat was natuurlijk de grote vraag. Wordt er gewoon goedkeuring gegeven voor het gevoerde beleid van het vorige jaar? Dat moeten we wel even aangeven. Dit is eigenlijk nog maar een hele korte periode. Sven Mislintat, eigenlijk alleen de transfer van Tahirovic valt hierin. Ja, toen dat van de agenda ging, is nog wel een aantal dingen interessant. Maar dat was wel het allerbelangrijkste. En dat houdt in dat iedereen gewoon nog hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor alle chaos en alle financiële schade die Ajax gaat leiden. Dus het belangrijkste nieuws was eigenlijk vorige week al... En nu is het belangrijkste nieuws of de jaarrekening goedgekeurd gaat worden. Ik denk dat dat je normaal gesproken niet goed kan keuren. Omdat inderdaad, wat Mike zegt, die transfer van Tahirovic zit erin. Ja, en die wordt onderzocht. Dus het zou raar zijn om die jaarrekening dan goed te keuren. Ja, nou, dat wordt allemaal vervolgd. Misschien dat we daar maandag nog over kunnen hebben. Zullen we even contact opnemen met Jeroen Kapteins? Want die schrijft, zoals jij dat al zei, de ene na de andere primeur over Vitesse. Ja, over de overname van Vitesse. Ja. Of de juiste het niet overnemen van Vitesse. Of niet kunnen overnemen van Vitesse. Nou, voordat we gaan bellen. Oh. Ik was van de week op een feestje. Oh. En daar was een echt uitstekende kok van het Amsterdammertje. Restaurant in Loen aan de Vecht. Sterk restaurant, kun je komen. Maar echt heel veel triester vind je het niet. Fan van Ajax en Vitesse. Ah. Die heeft echt een lood en loodzwaar jaar. Maar die vroeg of ik in de microfoon wilde praten. Was het lekker te eten? Top. Okay. Ja. We hebben er zelf ook een zitten. Die zag ik net op de redactie zitten. Ronald Arends. Ook Vitesse fan. Ja. Ja. En volgens mij ook Ajax. Want als Ajax hoort zie ik hem ook altijd opveren. Dus. Ja, serieus. Ja. Het grappige is, hij had niet gekookt. Jeroen hangt hij al of niet? Hij had niet, had niet gekookt. Het was Eugène van Angelsbeek. Trouwens ook een hele goede kok. Het was echt een heel leuk feestje. Wordt hier gewoon reclame gemaakt. Ja. Eugène van Angelsbeek. Ja, iedere week wat. Ja. Ja. Wat een leventje, hè? Nou, hè? Hoe denk je dat ik... Ben alleen maar bezig met kinderen naar school brengen. 1 en 2 vandaag. Koken. Ik wilde net zeggen, hoe denk je dat het komt dat ik er zo uitzie? Alleen maar lekker eten. Ik zeg niks. Jeroen, wie gaat de Cocu opvolgen? Wordt dat zeker Sturing? Nou, ik denk dat hij een goede kans maakt om het in ieder geval tot het einde van het kalenderjaar te doen.
En dat ze dan in januari weer met eventueel een andere trainer ervoor kunnen zetten. Als ze hem zover kunnen krijgen dat hij dat wil gaan doen. Want hij heeft eerder een keer gezegd dat hij geen interim trainer meer wilde zijn. Dat is hij 6 keer geweest. En dat heeft hem de bijnaam Edje Interim opgeleverd. En het is nu wel weer een paar jaar verder. En de club zit wel in een heel moeilijke situatie. Dus misschien dat hij nu wel bereid is om het voorlopig te doen. En dat ze dan kijken of hij het eventueel langer voor de groep kan blijven staan. Als het succes is of als het wat beter gaat lopen. En wie zouden ze op lange termijn willen? Ja, zou niet direct 1, 2, 3 kunnen zeggen. Misschien dat Edwin van der Looy een kandidaat is. Die beschikbaar is. Ze hebben niet veel geld. Dus ze zullen niet in de rijen van 10 klaarstaan. En het is natuurlijk ook wel een vrij lastig project om Vitesse met deze spelersgroep in de Eredivisie te houden. Ja. Aan de andere kant dus een enorme werkloosheid onder trainers. En dan altijd wel trainers te porren om ook in een vrij uitzichtloze situatie in te stappen. Ja, Vaantijn, je had ook nog een vraag aan Jeroen. Ja, Jeroen, ik zie natuurlijk al die primeurs iedere dag, of tenminste bijna iedere dag in de krant, over de overname perikelen. En wat ik opvallend vind, dat jij bent iedere keer 2 dagen eerder dan Peter Rovers. Ik denk dat hij helemaal gek moet worden, hè, de directeur van Vitesse. Nou ja, hij geeft van die updates en dan moet hij inderdaad af en toe wel eens op situaties ingaan die al eerder in kranten hebben gestaan, onder andere onze krant. Ja, het is een heel lastige situatie voor Vitesse. En ze hebben deze week hadden ze een weekupdate die ongeveer 4 kantjes besloeg. Want het ging dus over die kwestie met Perry, die door Integis te horen heeft gekregen op het accountantsbureau. Dat het op deze manier niet werkt en dat ze op deze manier niet tot een eindoordeel kunnen komen. En dat zou dus betekenen dat het niet door de licentiecommissie komt. Maar er speelt ook nog heel veel rondom het Russische verleden van Vitesse. NRC Handelsblad heeft een groot artikel. Er is een serverlek in Cyprus met een paar miljoen documenten die gelekt zijn. En daar zitten ze in de pot van Abramovic te roeren. Ja, er zit natuurlijk heel veel Vitesse-verleden ook in. Met Kikirinski en Jordania die betalingen kregen vanuit het bedrijf van Abramovic. Dus aan alle kanten hebben ze allerlei problemen met het verleden, maar ook met het heden en de toekomst. Op ruim 14 maanden zijn ze aan het wachten op de goedkeuring van de licentiecommissie. Ja. Ja, dat is een gebed zonder end. We houden het even wat kort, Jeroen, want de verbinding is niet helemaal optimaal. Maar dank in ieder geval voor jouw update voor nu. Valentijn, denk jij dat Vitesse eigenlijk wel toekomst heeft? Of is dat een club die echt op omvallen dreigt te staan? Nou, ik denk dat zowel sportief als qua bestaansrechten, dat zij inderdaad langs het randje van de afgrond lopen op dit moment. Ja. Sportief, dat is gewoon heel makkelijk te zien aan de stand op de ranglijst. En dat andere, ja, ik vind het opvallend. Peter Rovers die roept iedere keer van het komt allemaal goed en we hebben alles ingeleverd. En dan verschijnt er een verhaal van Jeroen. En dan 2 dagen later moet hij overal weer op terugkomen. Dus ik weet ook niet of hij nou, hij is interim directeur of hij de aangewezen interim directeur is die Vitesse er weer bovenop helpt. Ik zou hem zelf in ieder geval nooit interim directeur gemaakt hebben. Nee. Zeker niet met deze ervaringen. Maar hoe groot zijn nu die financiële problemen van Vitesse, denk je? Als zij niet worden overgenomen door Cole Perry, en die doet het voornamelijk met niet geleend geld, maar met geld van anderen, want zelf is hij niet zo rijk. En als dat niet doorgaat, ja, dan wacht Vitesse een enorme lening. En bovenop de huidige slechte financiële situatie, volgens mij bedraagt die lening dan rond de 15 miljoen euro. Nou, kom jij daar maar eens vanaf. En wie is er zo gek om eerst 15 miljoen euro in een put te stoppen om die te dempen, alvorens je sportief kan gaan werken aan de wederopstanding van Vitesse. Ja, in ieder geval grote zorgen. Daar speelt inderdaad ook nog dat verhaal met Abramovic, hè, dat hij ook Vitesse gebruikte eigenlijk. Ja, maar die heeft alles en iedereen gebruikt natuurlijk. Ja. Als je nu inderdaad het onderzoek waar Jeroen aan refereert, als je ziet dat er allerlei bedrijven zijn ingeschakeld om allerlei mensen te betalen om maar te kunnen voldoen aan die financial fair play regels. Toen die eigenaar was van Chelsea, want er ook de naam van Frank Arnese is gevallen. Dan gaat het ook over 200 zoveel miljoen. Pieter Visser is gevallen. 250.000 euro. Of 250.000 euro, excuus. Ja, sorry. Ja. Ik noem het op en ik denk... Je mag het verschil wel naar mij overmaken. Maar dan moet je nog wel wat langer weer presenteren, je denk. Maar er zijn allerlei mensen die inderdaad genoemd worden. En vaak
je komt heel snel in een beklaagde bankje. Terwijl deze mensen, die hebben gewoon afgesproken met Abramovic dat zij geld krijgen voor bepaalde diensten. Alleen via wie dat betaald wordt. Ja, dat zal jou waarschijnlijk ook een zorg zijn als je maar betaald krijgt. Ja. Alleen op de achtergrond speelde het natuurlijk mee om de financial fair play regels niet te over... Want inderdaad, het gaat, dat zei ik verkeerd, om een bedrag van €287.000 wat Arnese dan gekregen heeft. En dat zou dan discretionaire bonus zijn. Dus in die zin is het nog maar de vraag of hem wat te verwijten valt. Maar die geldstromen worden in ieder geval allemaal onderzocht. Wordt allemaal vervolgd. Misschien een volgende keer met Jeroen nog als de verbinding wat beter is. Laten we even James Last er gewoon ingooien. Stukje sfeer. Ik weet niet of ze in Volendam fan zijn van James Last. Ja, maar ik weet niet wat Volendam met buitenlands voetbal te maken heeft. Nou ja, ik wil gewoon James Last er even ingooien. Ja, dat is een goed idee. Even een beetje sfeer weer. Want het is natuurlijk een opmerkelijk verhaal. Hè? Dat Jong Oranje, wat trouwens met 1-0 won van Gibraltar. Heel knap. Dat is ook een prestatie, hè? Ja. Die keeper had kramp. Ja. Van Gibraltar. Ja. Dan denk je nou. Twee keer. Ja. Maar dat kan ik me wel voorstellen, dat je tegen het Nederlands team kramp krijgt. Ja. Want ja, daar heb je natuurlijk heel veel te doen. Dat is waar. Dus dat is op zich toch niet zo vreemd dan. Ja, overigens die Noah Ohio, die heeft, het is een vriend van Bellingham, begrijp ik. Wordt nu een beetje op het schild gehezen omdat hij een paar keer voor Jong Oranje heeft gescoord. Leuk verhaal van Robin Jongmans. Heel leuk verhaal. Ze hebben het weinig over voetbal, alleen over game. Ja, maar hij speelt ook in België, maar daar speelt hij dan nog niet zoveel. Luis speelt hij, ja. Maar scoort hij niet, ik heb even gekeken. Scoort hij niet extreem veel, nee. Maar wat natuurlijk het verhaal is dat Volendam-spelers zijn opgeroepen voor vertegenwoordigende elftal van de KNVB. En dat Volendam zelf ook moest spelen voor de beker. En ze zijn er dus gewoon uitgevlogen tegen Excelsior Maassluis. Ja, ongelooflijk. Allemaal de nasleep van die wedstrijd Ajax-Feyenoord. Die gestaakte wedstrijd. Ja. Dus Volendam was daar toen al heel erg tegen. Nou, en nu krijgen ze ook nog een keertje deze rekening gepresenteerd. Wat niet wegneemt dat je ook zonder Calvin Twicht van Excelsior Maassluis moet winnen. Ja. Maar zoals je weet, bij die loting, dan gaan de amateurclubs, die hebben altijd een thuiswedstrijd in de eerste ronde. En dus daar is Volendam toch wel lelijk mee in het pak genaaid, zou je zeggen. Aan de andere kant, ja, je bent er ook zelf bij, hè. En Excelsior Maassluis is niet de beste club van de tweede divisie. Die bungelt ergens onderin. En dus ja, die hadden ze natuurlijk gewoon moeten winnen. Maar het gebeurt wel vaker. Voor mij PEC Zwolle, Heracles, allemaal eruit in de eerste ronde. Ja, tegen amateurclubs. Ja. Ik vind het allemaal prima. Maar Jan Bluijsen, de competitieleider, ja, die is natuurlijk eigenlijk na Ajax Feyenoord niet meer serieus te nemen. Die wedstrijd die moest binnen 3 dagen ingehaald worden. Want anders zou er sprake zijn van competitievervalsing. Ja, Volendam was daar de dupe van. Jan Smit heeft ook in die zin behoorlijk uitgehaald naar de KNVB. Van waarom is de kleine club weer het slachtoffer? Ja, nu blijkt waarom. Kijk, Volendam wilde toen graag tegen Ajax spelen, omdat ze toen nog veel dieper in crisis zaten dan op het moment dat ze moesten inhalen. En je ziet nu wat er gebeurt. Dan moeten ze spelen op het moment dat er een international weg is. Ja. Ja, dat is gewoon belachelijk. Kijk, Ajax-RKC of RKC-Ajax na het incident met Fase. Daar heeft Ajax voorgesteld, toen zaterdagavond bekend werd dat het eigenlijk heel goed ging met Fase, om zondag in te halen. Maurice Stijn bleek toen ook bereid om op maandagochtend te spelen, die 10 minuten, terwijl ze donderdag moesten spelen. Ja. Ja, dat kon de KNVB, wilde de KNVB niet. En nu halen ze op 6 december in. En daar is Etienne Fase bij, want die is niet gewisseld. Dus die kan volgens mij ook gewoon daar onder de lat staan. Ja, dat gun ik hem, dat vind ik ook prima. En daar moet Ajax ook absoluut niet over klagen. Want het was de voet van Brobby, waardoor hij uiteindelijk gereanimeerd moest worden. Maar het is wel krankzinnig dat Ajax Feyenoord stel op sprong moet worden afgemaakt. En dat dit dan zoveel consequenties heeft. Gewoon lang kan duren. En daar is Volendam echt het slachtoffer van. Ja. En het is weer een voorbeeld waarbij een kleine club bij de KNVB gewoon de klos is. Want de KNVB staat gewoon onmiddellijk in het gelid voor grote clubs. En kleine clubs, die hangen er maar een beetje bij. Ja, nou, nu we het over Volendam hebben, dan hebben we natuurlijk ook nog even over Joey Veerman. Want daar heb je dus een interview mee gehad waarin hij vrij uitgesproken was. Vindt dat hij af en toe te veel kritiek krijgt, dat er niet naar zijn positieve kanten wordt gekeken. Zeker. Hij zei ook dat het na dit seizoen misschien tijd is om zijn vleugels uit te slaan. En dat is wel het leuke als je Joey Veerman spreekt. Ja, hij gaat geen onderwerp uit de weg. Dus hij vindt ook dat het na dit seizoen, als het goed is voor PSV, en PSV krijgt een goede transfers, omdat het misschien wel een mooi moment is. Ik vond het ook opvallend dat PSV nog niet bij hem is gekomen om zijn contract te verlengen. Hij staat nog 2 jaar onder contract. En als iemand
zeg maar, zijn laatste twee jaar ingaat, dan wordt hij gewoon een stuk minder waard. Dus dat verbaasde me wel. En hij ging ook nog in op de kritiek van Rafael van der Vaart. Die vindt dat Joey en Frenkie de Jong niet samen kunnen spelen. Ja. Nou ja, dat vindt hij gek dat iemand dat al zegt. Want zoals Johan Cruijff zei... Joey vindt zichzelf ook echt een goede voetballer. En terecht hoor, want ik vind het ook een hele goede voetballer. Maar goede voetballers kunnen altijd samen spelen. Ja. En Rafael van der Vaart heeft Frenkie en Joey nog nooit op een middenveld gezien. Dus ik zou ook zeggen, wacht dat even af. Had je vroeger natuurlijk met Van der Vaart en Sneijder ook, hè? Was ook altijd een beetje van, kunnen die nou wel samen op het... Ja, dat was onder Ronald Koeman volgens mij. Toen? Dat was met Ronald Koeman. Dus wat dat betreft heeft Van der Vaart wel recht van spreken. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Dallinga ging het nog even over. Die maakt wel indruk, blijkbaar. Ja. Op Koeman. Ja, toch leuk. Goede balaanname en goede afronding. Ja. Hij wel. Ja. Dus ik verwacht wel dat hij een paar speelminuten krijgt tegen Gibraltar. Ja, want dat is alleen even aanvankelijk was Koeman natuurlijk kritisch op Brobbey. Maar hij heeft zijn diplomatenpak aangetrokken nu. Koeman. Ja. En geen fout woord meer over welke international dan ook. Nee, want hij moest wel even een beetje door het stof, hè? Uiteindelijk over zijn uitspraken die hij bij Van Basten heeft gedaan. Ja. Maar of ze gemeend zijn, of die gemeend door het stof is, dat leek me niet. Want hij riep natuurlijk gelijk ook na afloop van die persconferentie van... als ik helemaal klaar ben, kom ik nog een keertje hier zitten en dan vertel ik wat ik er allemaal werkelijk van vind. Dus ja. Nou ja, goed. Wat ik wel heel opvallend vind, Dallinga, goede aanname, goede afronding. Brobbey niet, want dat werd gezegd bij dat Ziggo. En dan toch Brobbey selecteren. Dus kennelijk mankeert er ook iets aan bij Dallinga wat wij nog niet zien. Nee. Ja, ik denk dat dat is omdat hij Dallinga nog nooit gezien had. En dat hij nu ineens geselecteerd is. En dat hij nu ziet dat hij dat het een topspits is. En als je scoort tegen Liverpool. Hè? Twee keer gescoord tegen Liverpool. Ze zien alle wedstrijden. Dus aannames en afronding zie je volgens mij ook wel tijdens wedstrijden. Misschien is Van der Boom en Dallinga dat wel de toekomst van Oranje. Omdat ze bij Toulouse ook al zo succesvol waren samen. Ja. Waar staat Toulouse eigenlijk? Geen idee. 13 of zo? Ja, geen idee. Dus... Oké, zullen we eens naar een afronding gaan? Of wil je nog wat kwijt? Want ik kreeg een rapport van Amnesty International. Natuurlijk uiteraard een jaar na. Het is ook op de site te vinden, dat rapport. Een jaar na het WK in Qatar. Je moet even in de microfoon blijven praten. En na alle beloftes. Ik zal alleen even de vetgedrukte hoofdstukken, de naam van de hoofdstukken voorlezen wat er allemaal gezegd wordt naar aanleiding van een onderzoek. De uitbuiting gaat door. Oh. Onvoldoende hervorming en handhaving. Mm-hmm. Arbeidshervormingen stagneren. Nog steeds gebonden aan werkgever. Dat is het kafala-systeem. Verblijfsvergunningen worden ingetrokken. Nog steeds veel arbeiders met achterstallig of onbetaald loon. Het recht halen is bemoeilijkt. Het huishoudelijk personeel is extra kwetsbaar. Genoegdoening en compensatie komt nog steeds niet van de grond. Maar, één schrale troost. De KNVB, dadelijk naar Saudi-Arabië. De KNVB heeft in Qatar wel bedongen dat bij toewijzing van volgende WK's spelen de mensenrechten een rol. Ja. Dus wel om een beetje cynisch van te worden. Hè? Ja, ja, ja. De wereld waarin zo zit de wereld in elkaar. Ons begeven. Ja, de KNVB heeft hele goede cijfers. En dat is voor de KNVB denk ik heel belangrijk. En voor de rest maakt het. Oké, Nederland-Ierland, hoeveel gaat het worden? Ik wil nog één. Ja, nee, zeker. Je mag nog wat zeggen. Absoluut. Ik kom toch wel iets naar jullie kant toe. Met betrekking tot Alvarez en Akpom. Ja, dat is mijn vrouw. Oh, is dat je vrouw? Ja. Moet jij de kinderen ophalen? Nee, het is goed. Nee, het is goed met dat. Vliegtuigmodus. Ja, ze luistert zeker niet. Maar met de Akpom en Alvarez, want ik heb nu toch gezien dat de huiselijke situatie, je privé situatie, is toch heel erg belangrijk om te presteren. Ja. Dat hebben we gezien bij Luis Diaz. Ja. Zijn vader terug. En twee goals en gewonnen van Brazilië met Colombia. Ja. Door twee goals. Dus ja. Je bent om. Het werkt dan blijkbaar toch zo. Natuurlijk, nee, zo is het ook. Ik heb het zelf thuis niet gemerkt, maar... Nou ja, de mooie woorden. Mooie, liefdevolle, warme woorden. Tim gaat het vanavond merken, denk ik. Ja. Nederland-Ierland hoeveel? 3-0. 3-1. Oké, heren. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.